Vandaag ga ik eventjes aandacht besteden aan de Valiant Ecotech. Een best wel bijzondere ketel. Ik heb lang, lang zitten wachten totdat ik hem eindelijk in het echt zie. En ik ga eventjes doornemen hoe dat we het CV-water, de temperatuur, kunnen instellen. Het sanitair warmwater en de eco-stand. Om te beginnen zal ik even laten zien hoe dat we het warme water kunnen instellen. Nou, is heel eenvoudig. We hebben hier de knop met het kraantje. En dan zien we hier de warmwatertemperatuur. Die kan vervolgens met de plus- en de min-toets kan die worden ingesteld. En vervolgens met de OK-toets worden bevestigd. Dan vervolgens de aanvoertemperatuur voor de CV. Dat is het radiator-icoontje wat ernaast zit. Nou, hetzelfde principe kan hier gewoon worden aangepast. En met OK bevestigen we deze. En dan tot slot de eco-stand voor het warme water, waar we eerder over hebben gesproken. We drukken deze twee toetsen tegelijk in. Vervolgens gaan we hier naar het installateursniveau. De code die vervolgens wordt gevraagd is code 17. En vervolgens gaan we hier naar de toestelconfiguratie. En dan vervolgens naar het comfortbedrijf. Nou, in dit geval staat de comfortstand uit, zoals hier ook staat. In veel gevallen, ik meen zelfs af fabriek, staan deze ketels ingesteld dat de comfortstand aanstaat. Op het moment dat dat het geval is, zal de warmtewisselaar in de ketel altijd op 60 graden worden gehouden. Dat is natuurlijk onnodig gasverbruik. En wanneer je de comfortstand uitzet, wordt de ketel volledig vooruit gestuurd. Dus zal deze pas warm water gaan produceren op het moment dat de warme kraan wordt geopend. En dat levert op den duur toch wel flink wat gasbesparing op. Nou, tot zover de Valiant Ecotech. Mooie ketel. En nou, doe er je voordeel mee met deze informatie.